Yo gasten, Darvid hier met vandaag een nieuwe video op het kanaal van Visionator.nl. De video van vandaag zal gaan over navigeren door de map in Call of Duty. Voornamelijk Call of Duty eigenlijk. Geen idee of je het ook in andere first-person shooters zou kunnen gebruiken. Maar de reden hiervoor is omdat ik in een van mijn vorige video's op het kanaal van Fish... ging het over hoe je lang in leven kan blijven en hoe belangrijk dat wel niet is. En een onderdeel in dat langer in leven blijven is je navigatie door de map. Dat heeft daar gewoon mee te maken. En nou, daar wil ik gewoon iets dieper op ingaan tijdens deze video. Je manier van door de map heen bewegen, dus je navigatie door de map... is echt afhankelijk van je speelstaan. Ik denk dat jullie dat ook gewoon begrijpen. Als je flankend speelt, dan neem je hele andere paden dan wanneer je full rushend zou spelen. En als je vanaf afstand speelt, dus vooral met een assault rifle met een sniper op long range, je gunfights aangaan, mensen killen en zo vanaf die afstand, dan beweeg je heel anders door de map dan wanneer je een shotgun zou gebruiken en je juist in whisper range wil zijn van mensen. Daarom ga ik in deze video gewoon een aantal speelstijlen af en benoem ik daarbij hoe ik mijn navigatie door de map eigenlijk doe. Als ik op die manieren speel. Ik begin gewoon lekker met flanken, omdat dat ben ik zelf een beetje bekend mee. En denk, ja, weet je, daar begin ik gewoon mee. Klaar, punt uit. Verder niet moet ik doen. Ik blijf vooral aan de buitenkant van de map. Ik wil namelijk ongezien achter de vijand komen als je aan het flanken bent. Of als ik flank. En nou ja... Het makkelijkste om enemies in hun rug te killen is natuurlijk als zij niet weten dat jij daar bent. En als ze dus met hun rug naar jou toe staan. Daarbij vermijd ik juist het midden van de map, omdat het daar altijd heel chaotisch is. En daar heb je vaak je gunfights altijd head-on. Dus enemies schieten gewoon heel makkelijk terug, omdat je gewoon met je gezicht naar elkaar toe staat. Ik neem vooral routes die het minst worden gebruikt. Juist om dus inderdaad ongezien achter de vijand te komen. Dat zijn bijvoorbeeld ondergrondse routes, zoals je... Een route hebt op Ascent, op Advanced Warfare. Maar ook de Shower Rooms op Freight, op Call of Duty Ghost. En als je flankend speelt en je navigeert je door de map, wat ik dan ook altijd doe, is dat ik kijk gewoon echt naar mijn omgeving. Ik gebruik mijn omgeving als dekking. Maar ook als je bijvoorbeeld een gebouw binnenloopt, dan check je ook de hoeken. Voordat je bijvoorbeeld een bepaalde oversteek maakt, check je eerst links en rechts of het veilig is, of de kust veilig is, of het geen enemies zijn. En natuurlijk let ik ook altijd op Death Signs, dus op die skill marks, dat je kan zien waar je teammates zijn doodgegaan. Je let op je minimap, je let op je positionering van je teammates, want daaraan kun je zien waar waarschijnlijk vijanden zitten. En ja, dat is het eigenlijk gewoon. Het is gewoon heel belangrijk dat je de langere routes neemt en de routes die het minst worden genomen, zodat je juist ongezien achter de vijand kan komen. Dan voor een rushende speelstijl. Hoe beweeg je door de map als je rushend wil spelen? Nou, eigenlijk heel simpel, gewoon recht op de vijand af. Als je gewoon lekker van de actie houdt, lekker raggen. Ja, neem dan lekker de kortste route, zou ik zeggen. Wat ik wel zou doen, is dat je van cover naar cover toe beweegt. Dus niet in een zomaar in een rechte lijn dat iedereen lekker op je kan maaien. Maar zorg wel dat je ervoor zorgt dat de vijand jou vanaf zo min mogelijk plaatsen kan raken. Dus als je bijvoorbeeld... Neem de middelste weg op Warhawk, op Call of Duty Ghost. In het midden heb je ergens een auto staan en ergens aan de rechterkant heb je een krat staan. Loop dus bijvoorbeeld eerst naar de auto toe, dan naar de krat, dan naar een gebouw. Zodat je, stel dat je in een gunfight komt, dat je dan naar het stukje cover toe kan bewegen. Die cover kan gebruiken in je gunfight, zodat de vijand jou meer moeite heeft om jou neer te kunnen schieten. En vanuit daaruit weer doorbewegen. Voordeel van rush is natuurlijk dat je... Door je snelheid zorg je ervoor dat de vijand niet zoveel tijd heeft om zich voor te bereiden op de gunfight die jij gaat brengen. Dat is vooral je kracht die ligt in rushen. Meestal als je rusht, dan gebruik je een shotgun of een submachine gun of een assault rifle. Ik ga meer uit van de submachine guns op dit moment. Als je daarmee dus mee speelt, dan heb je iets wat op korte range effectief is, maar niet op long range. Daarom wil je juist de lange line of sight, dus de sniper spots en de light machine gun spots, die wil je juist vermijden. Stel dat je nou passief verdedigend speelt of op afstand, weet je wel, een beetje die combinatie assault rifles, snipers, dat soort dingen. Dan wil je juist afstand houden van de chaotische gunfights en daarmee dus afstand houden van de kleine ruimtes, de kleine krappe ruimtes. Je wilt dus juist de lange line of sight, of de long range line of sight, wil je dan juist opzoeken. En die heb je zelfs hier in een hele kleine map zoals Showtime. Heb je ook gewoon long range line of sight. Het is gewoon puur hoe je jezelf positioneert. Ja, ik beweeg me nu inderdaad aan de buitenkant van de map. Want ik wil in leven blijven. Zie je hier ook weer. Ik ga bijna amper dat ik echt precies door het midden van de map heen loop. En dat is gewoon puur omdat ik in leven wil blijven.
En ja, als je ook op afstand speelt, dan speel je meestal, neem ik aan, met een assault rifle of met een line of sight. Je gaat eigenlijk niet met een shotgun op sniperspot zitten. Lijkt me best wel vreemd als je dat doet. Daarom wil je juist ook de kleine en de kleine ruimtes vermijden waar shotguns en submachine guns zo sterk op zijn. En dat heeft natuurlijk ook gewoon wat kennis van de maps nodig. Daarom zal je, als je bijvoorbeeld een map voor het eerst speelt, kun je nooit, of tenminste nooit, is de kans vrij klein dat je natuurlijk meteen een hele goede score haalt. Omdat je door je goed door de map heen te kunnen bewegen, moet je gewoon het een en ander weten van de map. En dat zo simpel is het en daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Nou ja, dan heb je natuurlijk ook al die movement features. Daar moet je ook heel goed over nadenken wanneer je die gebruikt. Bijvoorbeeld als je extra movements gebruikt, dan komt er een ping op de radar. En vaak als je die dingen ook gebruikt, ben je niet klaar voor de gunfight. Gebruik die dingen alleen om je snel door de map te kunnen navigeren en op de juiste momenten. En volgens mij zijn er allemaal slim genoeg om op zich ook zelf te kunnen bedenken wanneer het geschikt is en wanneer niet. Jongens, ik hoop dat je het hebt aan deze tips. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.